Welkom bij 2 Minute Review en dit keer in onze reeks van Made in the Benelux, digitale editie dit keer, waar we een blik achter de schermen proberen te geven door verschillende designers, uitgeverijen, distributeurs te gaan interviewen om een blik achter de schermen te geven van hoe gaat dat van, om van een concept, van een idee, van een spel eigenlijk tot uiteindelijk tot een afgewerkt spel te geraken. En daarvoor heb ik hier vandaag aan de digitale andere kant David Ausloos zitten. Dag David, welkom. Hallo, bedankt om mij uit te nodigen. Heel fijn dat je erbij bent. David is uiteraard bekend van Dreamscapes, zijn laatste titel, maar ook titels zoals Get Nuts of Panic Station zijn zowel wat de bekendste, denk ik, die de mensen bekend in de oren gaan klinken. David, ik ga er gewoon onmiddellijk invliegen in de vragen. Mijn eerste vraag eigenlijk met Dreamscape viel mij eigenlijk op dat je dit keer voor de Kickstarter route gekozen hebt. Ik vroeg me eigenlijk af, hoe komt dat? Wel, die keuze heb ik natuurlijk uiteraard niet zelf gemaakt. Die is eigenlijk in samenspraak gebeurd met de uitgever. En vermits dat Silex, de Franse uitgever, een beginnende uitgever is, want Dreamscape is eigenlijk zijn startproduct, is zijn introductie eigenlijk op de markt, is er eigenlijk gekozen voor dat idee van Kickstarter, omdat ja, dat eerste product eigenlijk een beetje dient als een soort visitekaartje voor het bedrijf. En de kwaliteit van de componenten moest echt optimaal zijn. En dan biedt Kickstarter natuurlijk een soort financiële boost om net dat trapje hoger te gaan eigenlijk in die productie. Verder is het natuurlijk ook een fantastische promo tool Kickstarter, omdat je natuurlijk heel veel exposure krijgt met je product, wat in een andere route soms wat moeilijker gebeurt. Dus ik heb eigenlijk niet anders dan een positieve ervaring met deze Kickstarter gehad. Het vermis dat het ook het eerste product was van die uitgever, is er ook enorm veel tijd in gekropen. Ik had ervoor al een Kickstarter gedaan bij Queen Games, maar dat is natuurlijk één van de vele producten van zo'n groter bedrijf. Voor Silex was Dreamscape echt een beetje een hartekindje en daar werd echt wel een jaar werk in gestoken eer dat die Kickstarter online ging. En dat is denk ik ook wel te merken aan de Kickstarter. Ja, indrukwekkend. Ook een jaar werk aan een Kickstarter. Hoe ben je dan eigenlijk bij Silex terechtgekomen? Wel, dat is een beetje een vreemd verhaal. Ik zat eigenlijk oorspronkelijk bij een ander Franse uitgever die mij een contract had aangeboden. Ik was toen ondertussen eigenlijk al, denk ik, een halfjaartje in contact met Pierre Stenebrugge. Dat is eigenlijk de head designer van Silex en ook de uitgever eigenlijk. En die had ik ontmoet op Essen en we hadden direct een hele goede klik met elkaar. We hebben dan achteraf heel veel met elkaar geconverseerd. Ik voelde heel sterk aan dat hij begreep waar dat Dreamscape was en naartoe moest gaan. En dan zijn we beginnen eigenlijk al developen eigenlijk, achter de schermen, een soort final development van het product, echt naar een eindproduct gewerkt. En toen is er een beetje een klein, ja, goh, ik wil nu niet te veel roddelen in de sector, maar er is eigenlijk een beetje een klein drama gebeurd in dat bedrijf. Pierre heeft toen gekozen om uit dat bedrijf te stappen en zelf een uitgeverij op te starten. En hij stelde mij dus de vraag, vertrouwt je mij 100%? Je kunt kiezen voor die uitgeverij waar je nu dat contract van gaat tekenen. Of je kunt in het ongewisse stappen. Maar we kennen elkaar en we hebben een goede samenwerking. En je kunt ook kiezen voor die samenwerking. En daar heb ik dan wel geteld, denk ik, een halve dag over nagedacht. En dan heb ik die beslissing genomen van, ik kies voor de mens. Ik kies niet voor het bedrijf. Ja. Ik had toen zo'n vertrouwen al opgebouwd met Pierre. Zowel creatief als technisch, als qua bedrijfsstructuur, dat ik dacht, goh, eigenlijk is dat best wel spannend om samen met iemand een bedrijfje eigenlijk de wereld in te sturen. Dus, achteraf gezien heb ik nog geen seconde spijt gehad dat ik die beslissing, dat ik die sprong heb gemaakt. Mooi. Als je een prototype hebt of als je een idee hebt zoals Dreamscape, is dat dan naar Essen gaan en uitgeverijen afgaan en zien wie toehapt? Of hoe gaat je daarmee om? Met Essen zelf heb ik eigenlijk een beetje een soort dubbel gevoel, omdat Essen eigenlijk een hele drukke plaats is, waar heel veel geroezemoes op de achtergrond is.
En ik heb eigenlijk met de verloop van jaren een beetje gemerkt dat dat niet noodzakelijk altijd de beste plaats is om een uitgever te spreken. Ik weet dat voor veel ontwerpers door meestal geografische omstandigheden de enige momenten is waar ze face-to-face kunnen zitten met een uitgever. Maar eigenlijk, mijn modus operandi is toch eerder om uitgevers zelf te telefoneren of te e-mailen in verband met een project. Omdat er dan, de sfeer is dan iets relaxter, de uitgevers zijn iets frisser ook, want Essen is voor die mensen een hele slopende bedoeling eigenlijk. Ja. En dat heeft bij mij altijd over het algemeen het meeste succes gehad, als ik ze eigenlijk buiten de beursperiode heb gecontacteerd. Nu, Dreamscape is een beetje een vreemde eend in de bijt, want daar ben ik dus effectief heel Essen voor afgelopen. Ik heb toen, denk ik, ik durf het bijna niet zeggen, maar 2 weken voordat de beurs startte, heb ik uitgevers gecontacteerd of dat ik mocht langskomen, wat eigenlijk een no-go is onder de ontwerpers, want je moet maanden op voorhand afspraken maken. Maar op een of andere manier heeft de magie van Dreamscape gewerkt, want ik had onmiddellijk 10 afspraken vast. En ik heb dus effectief een hele dag van de ene uitgever naar de andere gespuurd, letterlijk, om ze allemaal te kunnen zien die dag. En daar zijn dan toen, op dat moment, zo'n 3-tal uitgevers dat ik had aangestipt van oké, daar klik het mee. Zo. En dan is het eigenlijk een soort shiftproces geweest naar uiteindelijk Silex toe om het product eigenlijk te ondertekenen onder contract. Ja, ja, ja. Misschien toch nog eens even over dat verschil tussen Kickstarter en klassieke manier. Zou je zeggen dat Kickstarter tegenwoordig, of misschien dat het afhankelijk is van welk spel dat je wilt pitchen, dat je met Kickstarter je doelpubliek beter bereikt en misschien met een ander type spel, meer de familiespellen, misschien makkelijker via de klassieke weg de speler makkelijker bereikt? Of, hoe zie je dat? Ja, ik denk dat Kickstarter misschien gewoon door verloop van tijd en door een soort van beeld dat mensen vormen van Kickstarter, is het toch eigenlijk meer iets eigenlijk geworden, naar mijn ervaring, dat draait rond componenten, rond heel veel plastieke componenten, luxueuze figuurtjes, miniatuurtjes. Dat is eigenlijk een beetje zo wat tegenwoordig het core product dat je op Kickstarter vindt. En veel minder zo de typische kleinschaligere euro's. Dus in die zin was Dreamscape eigenlijk al een beetje een ongewone Kickstarter product. Zeker. Zeker niet zo het gemiddelde product dat je op Kickstarters ziet passeren. Misschien juist daarom dat het kan opvallen. Dus ik geloof ook wel dat als je een beetje de vreemde eend in de bijt ziet, dat dat ook in je voordeel kan werken. Eigenlijk. Ja, oké. Want ook in die zin, een Dice Tower bijvoorbeeld was eigenlijk niet zo enthousiast over het spel. Uw eigen community daarentegen, ook op Board Game Geek, krijgt wel heel goede reviews. Hoe komen zo dingen dan eigenlijk bij u binnen en hoe gaat je daarmee om? Hoe bevindt dat uw Kickstarter? Goh ja, dat is ook een leerproces. Hè? Omdat ik meer dan 10 jaar geleden startte, moeten daar echt, dat is iets dat je natuurlijk niet op voorbereid bent. Je krijgt bergen kritiek soms over je, want elk spel heeft zijn voor- en zijn tegenstanders. En die mensen die euforisch zijn, dat is fijn, maar oké, ça va, hè, dat hebt wel weg. Maar die negatieve dingen die je soms krijgt, en die gaan soms heel persoonlijk. En dat, in het begin moeten daar echt mee leren emotioneel omgaan. En dat is echt een leerproces, want in het begin heb ik daar ook heel snel op gereageerd. Ook zo. Ik wilde, hè, dat was mijn kindje dat ik de wereld instuurde. Ah, ja. Dus als dat kindje werd aangevallen, heeft elke beginnende designer denk ik een beetje de neiging om zo in de verdediging te gaan. Proberen zijn product te verdedigen eigenlijk, hè, naar, laat ons zeggen, de vijand. Hè. En ja, dat leerde wel af. Dus dat is een van de eerste dingen dat je met de jaren zo wat leert. Hey, laat het varen. Je kunt niet iedereen pleasen. Accepteert dat sommige mensen je product wel zullen smaken, anderen niet. Ja. En ik denk dat ik ook wel zowel de neiging heb om het soort spellen te ontwerpen dat eigenlijk een redelijk gepolariseerde reactie teweeg brengt. Dat is niet anders bij Dreamscape. Het heeft natuurlijk wel een hele hoge score op Board Game Geek, maar we merken ook dat er wel ook de deviatie tussen de cijfers, tussen de quotes, is heel groot eigenlijk. Dus er zijn effectief mensen die een heel hoog cijfer geven, maar er zijn ook mensen die een heel laag cijfer geven. En dat is, denk ik, eigen aan elk spel dat een beetje
anders is of een beetje ongewoner is. Het is een beetje een etherischer product, een eclectischer product. En ja, dat gaat altijd zijn voor- en zijn tegenstanders. Dat wisten we eigenlijk al een klein beetje als we eigenlijk ermee starten. Wat ons zeker heeft aangemoedigd, is dat op de grote beurzen. En het is zeker, denk ik, 2 jaar in circulatie geweest in Frankrijk op de spellenbeurzen. Onder andere Cannes is het toen gepresenteerd op de spellenbeurs daar. En daar waren de reacties van het Franse publiek heel enthousiast. En dat heeft ons wel aangemoedigd van, oké, het zal waarschijnlijk ook zijn tegenstanders hebben, maar er is zeker een enorme fanbase aanwezig. En dat heeft ons zeker wel moed gegeven om er 100% voor te gaan en zo. En dat is uiteindelijk ook wel zo gebleken. Oké, mooi, mooi. Nu, uw Kickstarter is gefund, uitgeleverd. Hoe gaat dat dan eigenlijk verder? Blijf je dat spel promoten en hopen op nog eens een printrun? Of is het meer van, oké, nieuw spel beginnen ontwerpen en we focussen op iets anders? Ja, dat hangt een beetje van het gezichtspunt af natuurlijk. Voor de uitgever is het natuurlijk een blijvend project. Hè. Want zeker omdat ze eigenlijk een kleinere uitgever is die nog echt enorm moet groeien. Vanaf dat product op de markt is, en dat is dus testbaar, zullen we maar zeggen, dan begint eigenlijk maar pas echt de strijd eigenlijk van de uitgever om dat onder de aandacht te brengen. En dan begint daar een helse hoeveelheid van meetings en contacten liggen met buitenlandse uitgevers voor rechten. En Essen is daar zeker al de kickstart eigenlijk letterlijk van. Hey, ik heb 2 dagen eigenlijk op die boot aanwezig geweest van Silex. En ja, dat was enorm. Hey. Je zat daar aan dat tafeltje en er was de ene uitgever na de andere die langskwam om de meeting te doen. Ook designers die langskwamen. Friedman Friese kwam een exemplaar wegritsen en zo. Ja. Allee, je ziet daar heel de wereld op 5 minuten passeren. En ja, dat is voor een uitgever wel een heftige periode, want dan moet hem echt dat product echt gaan kenbaar maken, hè, aan heel de sector. En daar worden dan ook vaak contracten getekend. En bijvoorbeeld de Duitse versie, die bij Hug spelen, is uitgebracht nu vorige week. Die is dus getekend op Essen, dus die is eigenlijk goedgekeurd op de beurs van Essen. Dus het kan soms heel snel gaan. Panic Station was net hetzelfde. Ik heb op die 2 dagen dat ik daar was op Essen, zijn daar 3 of 4 contracten getekend voor buitenlandse versies en zo. Okay. Dus dat is eigenlijk uiteindelijk het startpunt vaak voor uitgevers om licenties te verkopen naar het buitenland toe. Voor mezelf, als ontwerper, als het spel klaar is, op het moment dat het eigenlijk al gepresenteerd wordt aan de buitenwereld, zijn er normaal gezien al eigenlijk al met andere producten bezig. Eigenlijk. Ja, en zo, want dat hoofd, dat zit niet stil. Bij mij toch niet. Ja, dus dat is eigenlijk een constante stroom van ideeën. Ik heb dus ongeveer een 40, 50 notitieboekjes in een schuif zitten, die vol met ideeën staan. En af en toe pak ik daar eens iets uit die schuif. Ik lees van notities en denk van, tja, daar zou ik eens aan moeten verder werken. Ja. En zo blijft dat maar doorgaan. Dus elke keer als ik denk van, nu kan ik even een break nemen, dan sta ik 's morgens op en dan heb ik weer al een nieuw idee. Ja. Dus dat is eigenlijk niet te stoppen. Maar maakt dat je altijd altijd voorop staat op een release eigenlijk. Hè? Want je bent eigenlijk al met 2 of 3 nieuwe producten eigenlijk in je hoofd en zo. En gelukkig maar, want anders zou er niet stroom moet blijven komen, natuurlijk. Ja. Ja. Natuurlijk, ik leef wel mee natuurlijk, met wat er nu allemaal gebeurt met Dreamscape. Want het is natuurlijk spannend als je een nieuw contract, nieuwe kansen, of je krijgt van iemand, van een uitgeverij in het buitenland, een e-mail van een mooi product en zo. Dat is allemaal heel plezant wel. Dus ik vind het allemaal wel fijn om die levensloop te volgen en zo. Maar creatief gezien zit ik eigenlijk nu in alle eerlijkheid eigenlijk al bij andere producten eigenlijk ondertussen. Maar ik veronderstel dat het financieel ook ergens belangrijk is om nog extra licenties te kunnen bijtekenen. Of is dat eigenlijk gewoon, je hebt voor een bepaalde prijs bij de uitgeverij is overeengekomen en wat er daarna gebeurt, dat heeft minder impact voor u? Nee, het is wel zo dat licenties eigenlijk voor ontwerpers vaak lucratiever zijn dan een gewoon contract.
omdat die percentages anders liggen bij licenties. Dus een ontwerper verdient meestal meer op een licentie, vaak dan op een gewoon standaard product bij een uitgever. Ik wil nu niet beginnende ontwerpers een desillusie geven, maar rijk worden er dus niet van. Hè? Dus dat zijn eigenlijk allemaal heel kleine marges dat je daar als designer... Dus er zijn maar twee routes. Ofwel gaat je heel veel licenties verkopen, hè? Gaat de uitgever heel goed te werk en kun je daar een aardig centje op verdienen, ook weer al niet rijk van worden, maar dat is altijd wel fijn dat je daar iets mee verdient. Of anders heb je het geluk natuurlijk dat je spel echt een hit wordt en dat daar gek veel exemplaren van verkocht worden. En dan kan het ook wel oké zijn, maar als ik het zou uitrekenen in uurloon, denk ik dat dat echt wel heel, heel, heel bescheiden is. Want je steekt eigenlijk in een gemiddeld product toch alles tussen een jaar tot 3 jaar tijd van je leven in, dat je eigenlijk in alle vrije tijd daar energie in pompt. Dus als ik die uren zou moeten uitrekenen, ik doe dan ook nog vaak de illustraties. Dreamscape en alle uitbreidingen heb ik allemaal moeten illustreren. Dat zijn heel wat kaartjes die ik heb moeten tekenen en daar kruipt verschrikkelijk veel werk in. Je moet dat uit passie doen. Hè? Als je het niet uit passie doet, moet je er gewoon niet aan beginnen natuurlijk. Ja. Oké, interessant. Dan is toch nog even een trip back down memory lane, om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. Panic Station, ik heb hem hier trouwens bij mij. Dan moet ik toch gewoon eens even stonen. Je gaat dat nummer weten. Maar je hebt ooit een exemplaar voor mij gesigneerd. Juist, ja. Ik weet nog wat ik er heb ingezet. Ja. Vond ik toch wel een hele leuke die ik toch ergens even moest pluggen. Maar dan ook een vraagje over Panic Station. In de tijd kreeg dat eigenlijk met zijn eerste versie van de regels wat commentaar van een broken strategie dat erin zat en zo. Hoe zit je daar eigenlijk mee omgegaan? Goh ja. Ik moet zeggen, voor mij was die eerste producten wel een leerschool in de zin van je hebt eigenlijk twee soorten uitgevers. Je hebt eigenlijk uitgevers die eigenlijk een prototype nemen en dat eigenlijk uitbrengen, zoals dat is. En ik moet zeggen, mijn prototypes zien er eigenlijk altijd meestal een beetje uit, gelijk een eindproduct. Dus toen dat ik Dreamscape eigenlijk aan Silex toonde, was dat eigenlijk niet zo ver verwijderd eigenlijk van hoe dat het er zou uitzien of hoe dat het er nu uitziet in de winkel. Dus dat was tamelijk grafisch ver uitgewerkt. Wat natuurlijk je een voordeel geeft, omdat je natuurlijk niet zomaar iets op papier geschreven presenteert. Maar wat ik heb ervaren bij de eerste producten, is dat er eigenlijk door de uitgevers toen heel weinig final development werd gedaan. Dus weinig ontwikkeling achteraf. Dus eigenlijk is dat prototype eigenlijk toen uitgebracht geweest. Dat is natuurlijk wel getest geweest. Maar dat is dan het verschil dat ik heb ervaren bij Silex en bij ook enkele andere uitgevers, dat het nog veel interessanter is als een uitgever echt creatief gaat meedenken en echt enorm investeert in het product en effectief nog een jaar final development samen met je doet. Omdat je dan echt wel toch die typische playtest niveau ver overstijgt eigenlijk. En ik denk dat misschien de beste tip die ik heb voor beginnende ontwerpers, zorg dat je een goede verhouding hebt met je uitgever, een goede afspraak wat betreft hoeveel tijd wil hij zelf nog achteraf in dat product steken. Ja. Hoeveel testen wil hij nog doen? Hoeveel wil hij er zelf nog energie met zijn eigen team insteken? Want dat is eigenlijk wel geld waard. Het is eigenlijk veel meer waard dan een contract en een percentage en zo. Alles ligt in die final development. Dus met die dingen van Panic Station, dat was eigenlijk wel een heel moeilijk eerste product, omdat Panic Station eigenlijk een soort, hoe moet ik het zeggen? Je noemde het daarnet party game. Het is ergens wel een party game. Het is ook een hidden traitor game. Het is een spel dat draait om communicatie. En dat is meteen ook de zwakke schakel. Hè? Je speelt dat met een bepaalde groep van mensen die heel communicatief is. En dat kan een fantastische ervaring zijn. En toen dat ik dat playtestte, was dat altijd een heel fantastische ervaring voor mij. Iedereen amuseerde zich rot. En ik begreep niet, toen ik de eerste reacties kreeg van sommige spelers, die wat negatiever waren, van, goh, dat
dat werkt gewoon niet. En ik begreep niet waarom, want ik had eigenlijk alleen maar... En toen ben ik erover beginnen nadenken. En dan dacht ik van, tja, ja, ik ben de rode draad altijd geweest in die playtest, want ik was daar deel ervan. En ik heb waarschijnlijk een beetje die communicatie op gang gebracht. Maar dat gaat niet altijd het geval zijn als dat ergens bij wildvreemden op tafel terechtkomt en zo. Dus niet iedereen is even communicatief en zo. Of niet iedereen is een goede traitor, om het zo te zeggen. Hè? Want een traitor, dat is een rol die je moet leren spelen eigenlijk. En dat was toch wel de les van Panic Station voor mij. Van, ja, goh, het is geen evident eerste product. Want een traitorspel, ja, vraagt in het beste geval een goede traitor. En dat is niet iedereen gegeven om daar onmiddellijk die klik te maken om een goede traitor te zijn. Ja. En dan valt zo'n spel soms wel eens natuurlijk in het niets eigenlijk. Ja. Dus dat was eigenlijk een van mijn eerste lessen. De tweede les die ik trouwens in die periode die minuten binnenschiet, heb ik ooit gekregen van Christian T. Peterson van Fantasy Flight Games. Ja. En die zei mij ooit eens, en dat is iets dat ik tot de dag van vandaag nog altijd toepas, en dat voor mij eigenlijk de beste raad is die ik ooit van iemand heb gehad, die zei tegen mij, weet je, je moet altijd zorgen dat je niet te veel ideeën in één product stopt. Probeert één core mechanic te ontwerpen. Probeer te zorgen dat die core mechanic heel goed werkt en dat die origineel is, dat die interessant is, dat die intrigeert. Ja. En probeer dan rond die kern een paar kleine elementen toe te voegen. Maar zorg dat je kern intact blijft en voeg niet te veel toe, zodat die kern getroebeleerd wordt eigenlijk door al die nieuwe ideeën. Ja. En dat idee heb ik eigenlijk zeker de laatste jaren meer en meer beginnen toepassen. In core mechanic en vanuit daar verder bouwen naar een volledig spel eigenlijk. En er geloof ik origineel proberen te zijn. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, core mechanic moet natuurlijk in het beste geval heel origineel zijn. Ja. Interessante melange. Maar ja, goed, als het makkelijk zou zijn, dan zou iedereen het doen. Absoluut. Ook qua creatief proces vind ik wel interessant, want je vermeldt dan 40 notitieboekjes. Dat is wel impressionant. Jij staat elke dag bijna op met een nieuw idee, of? Het scheelt niet veel soms. Dat ik natuurlijk van periodes tot periodes. Je hebt zo... Er is altijd zo'n soort moment, en dat is natuurlijk niet elke dag, maar er is een moment dat je dus letterlijk bij mij is dat vaak als ik opsta. Dat is zo mijn meest scherpe moment van de dag. Dat is zo tussen dromen en opstaan, is uw geest nogal redelijk scherp bij mij toch. En dan heb ik zo vaak een idee dat ik dat noteer rond de ontbijttafel. En dan begint dus wat ik noem een beetje de spark, de vonk die overslaagt. En dan heb je eigenlijk op een hele korte tijd dat ik echt een heel notitieboekje vol kribbel. Want vanaf dat eerste idee, dan begint dat te stromen en dan begin ik dat allemaal te noteren. Het is alsof dat de ene idee op het andere doorvloeit. En uiteindelijk, en dan heb je dus een boekje vol met allemaal notities die je een beetje moet ontwarren achteraf en een structuur inbrengen. En dan probeer ik dan vanuit die chaos eigenlijk een soort turnstructuur te ontwerpen. Dus dan ben ik eigenlijk al een soort turnmodule aan het maken. En dan, ja, in heel extreme gevallen kan het zo zijn dat ik 's morgens vroeg een idee heb, dat ik tegen de middag een eerste ruwe prototype ineens steek en dat ik s'avonds al begin te playtesten. Dat is me al minstens 2 keer overkomen. Dus het kan soms heel snel gaan. Als die ideeën er zijn, kan het een heel snel proces zijn. Ja. Natuurlijk, na die eerste playtest, dan pas begint het werk. Hè? Want dan heb je dus de eerste notities van wat werkt er, wat werkt er niet. En dan zijn we natuurlijk 1 jaar, 2 jaar, soms 3 jaar aan het werk om het te verfijnen natuurlijk. Ja, ja. Dat is lang zwoegen om een spel af te maken. Absoluut. Goed. Dus David, met al die ideeën waar je mee bezig bent, ongetwijfeld staat er dan misschien al iets op stapel, iets prototype. Kunt je al een tipje van de sluier lichten van waar je momenteel mee bezig bent? Wel, ik ben met 3 producten ondertussen al bezig. Dat helpt mij ook enorm als ik met meerdere dingen tegelijkertijd bezig ben. Als ik op een technisch probleem kom, kan ik soms eens overswitchen naar een ander project. En dan blijft eigenlijk alles in gang en zo. En een van de dingen waar ik nu mee bezig ben, en dit is maar het prototype, is eigenlijk Clockwork Gardens. Dat is eigenlijk een beetje de spirituele opvolger van Dreamscape. Een beetje een gelijksoortig
genre van game, vandaar dat ik het als een opvolger zie, omdat het ook een puzzelgame is, maar hier is het eigenlijk meer een logistieke puzzel. Het is ook een klein economisch spelletje eigenlijk, dat heel toegankelijk is, maar dat alle wetten van de economie een beetje ingebouwd zit. Er zit een markt ook in, een fluctuerende markt en zo. Maar het is eigenlijk een soort, ja, puzzelspelletje waar je eigenlijk probeert routes te bouwen en van alles te combineren, een engine te bouwen. En dus in zo dat vroeg stadium probeer ik eigenlijk al, ja, ik weet niet of dat zichtbaar is, maar eigenlijk al een heel kaartendek visueel te ontwikkelen, zodat tijdens playtest de iconografie en de visuals al direct heel duidelijk leesbaar zijn, omdat dat ook deel is eigenlijk van het product. Dus dat is eigenlijk, eigenlijk al een visueel uitgewerkte versie. Ik heb hier bijvoorbeeld een typische eerste versie van een tegeltje, van een recent product. En je ziet, dat is allemaal nog met de hand getekend. Dat is allemaal nog artisanaal. Terwijl dan voor het tweede, de update van het prototype, zit daar eigenlijk al veel meer digitaal tekenwerk in. Dus dit is eigenlijk al een digitale versie. Dus dat ziet er ook realistischer uit. Dat is ook al veel verder uitgewerkt. Dus het kan soms heel snel gaan van dat eerste ruwe tekeningetje naar dat eigenlijk de uitgewerkte. En ik vind dat heel belangrijk dat dat uitgewerkt is, omdat playtesters gemakkelijker in de sfeer van een spel komen als dat eigenlijk al visueel eigenlijk al een bepaalde sfeer uitstraalt en zo. Ja, dus ik merk dat is toch anders dan dat je gewoon maar wat plaatjes papier op een tafel gooit met een dobbelsteen bij. Dat doet je trouwens ook allemaal zelf, die illustraties, hè? Ja, ik ben eigenlijk, ik heb jaren eigenlijk gewerkt als vormgever in bedrijven eigenlijk, een zestal jaren. Voordat ik eigenlijk überhaupt met die speldesign ben gestart, want ik ben eigenlijk in oorsprong eigenlijk gestart als vormgever voor een Amerikaanse uitgever. En zo gewoon met die designers in contact te komen en in gesprekken te voeren met die uitgevers, begon ik zo stilletjes dat gevoel te hebben van ja, waarom probeer ik zelf niet zo'n idee te ontwikkelen en zo. Want ik ben eigenlijk alleen maar bezig met illustraties te maken voor andere mensen en ik heb ook zelf ideeën. En zo ben ik er eigenlijk stilletjes zelf in gerold eigenlijk. Oké, cool. Ja. Cool. En qua timeline, heb je al een idee voor Clockwork Garden, wanneer we iets zouden mogen verwachten daar rond? Ja, het is natuurlijk een beetje een moeilijke periode, hè, voor veel ontwerpers. De corona heeft vooral impact natuurlijk op de playtesting. Ja. Dus ik denk dat het voor veel ontwerpers vooral heel veel solo playtesting is dat nu gebeurd. Wat heel belangrijk is, want ik heb meer en meer over de jaren heen het belang leren waarderen van het zelf testen en solo testen. Okay. In de zin van als je zelf test en het blijft leuk zonder interactie van andere spelers, dan zit er eigenlijk wel een potentie in het product. Er kan alleen nog meer spelplezier bij komen als er meerdere spelers worden toegevoegd. Dus dat is voor mij een van de gouden eerste graadmeters of dat levenskracht heeft. Als ik het zelf blijf leuk vinden om het zelf te spelen, dan blijft het in de juiste schuif liggen vanaf producten die moeten afgewerkt worden. Oké, interessante graadmeter. Ja. En misschien volgend daarop en afsluitend, er zit in dit gesprek al gigantisch veel informatie voor mensen die zelf met hun idee en ei zitten, maar wat zou je graag nog zelf geven aan die mensen die nu zelf met een idee aan het breien zijn, van wat goede raad heb je nog aan hun om mee te geven dat nog niet gezegd geweest is? Goh, geef het niet op, denk ik dan. Want dat is eigenlijk, als ik kom regelmatig mensen tegen die mij vertellen, ik heb een idee in mijn schuif en goh, ik ben er al zo lang mee bezig en ik moet nog die eerste stap doen, maar ik ben ooit eens met een uitgever gestapt en die reageerde niet direct enthousiast en ik heb het dan maar in een schuif gelegd. En dan het eerste dat ik dan meestal tegen die mensen zeg van geef het niet op, want je gaat dan constant meemaken. Je mag niet verwachten dat een product onmiddellijk iedereen gaat inspireren en zo. Als ik zou gestopt zijn met elk ontwerp bij de eerste uitgever, dan had ik nooit een spel uitgebracht. Dus je moet even door die eerste hordes heen. Je moet
genoeg gesprekken hebben en je zult uiteindelijk wel iemand vinden. Als het een interessant product is, ga je wel iemand vinden. En uiteindelijk, Matt Leelock heeft voor Pandemic 10 uitgevers afgelopen eer dat hij een contract had. En dat is nu een van de klassiekers in de moderne bordspelwereld. Dus ik wil maar zeggen, je moet gewoon geduld hebben. Dat is mijn eerste gouden raad. Mijn tweede gouden raad, denk ik, is probeer ook buiten uw vriendenkring te testen. Want je moet echt met mensen testen die durven heel hard en heel eerlijk zijn. En een methode die ik vaak doe als een product eigenlijk echt in de latere fases van het playtesten is, dan ga ik echt spelen met mensen die dat type spel niet graag spelen. Dus dan speel je een beetje met de vijand, zullen we maar zeggen. Ja. En als je die dan kunt overtuigen, dan weet je dat je een goed product in handen hebt. Okay. Want fans van, ik zeg zo maar niet, puzzelgames zijn heel rap gecharmeerd door een puzzelgame. Ja. Maar als je iemand hebt aan tafel die zegt van, bij het begin van de playtest, ja, puzzelgames, ik kan het maar eerlijk zeggen, dat is niet mijn ding. Dat is voor mij de ideale playtester. Want aan zijn gedraging kan ik heel veel aflezen. Als ik bij hem dan een vonkje zie op een gegeven moment, dan weet ik van, oké, we're on to something, weet je? Cool. Ça va. David, ik vond het alleszins heel interessant om een keer u te mogen uithoren over het reilen en zeilen. Dus zeer, zeer bedankt dat we u eens aan de tand mochten voelen. Dat is graag gedaan. Voilà. En dat was dan de aflevering met David Ausloos voor de 2-minute review van de Made in the Benelux. Ik hoop dat jullie het ook heel interessant vonden.